bewust bezig zijn met voeding. Naast het sporten dagelijks genoeg bewegen. Dat we ons regelmatig omringen met vrienden en familie die ons steunen en aanmoedigen. Onze tijd goed verdelen en de energie op peil houden. Dat we een goede nachtrust prioriteit geven. Niet vergeten dat ontspanning net zo belangrijk is als inspanning. En om te kunnen groeien, moet je steeds weer nieuwe doelen stellen. Daarom lanceren wij samen ons online vitaliteitsplatform. Doe je mee? Goedenavond. Wat fijn dat jullie vandaag aanwezig zijn bij de webinar Goed slapen en uitgerust wakker worden. Dit webinar is georganiseerd samen met PSV en de Brainport Partners en het komt ook op het PSV Brainport Vitaliteitsplatform terecht. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen zien en horen. Mijn naam is Nina de Rooij. Ik ben bij PSV leefstijladviseur en ik ben ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het PSV Brainport Vitaliteitsplatform. Mocht je nou vragen hebben, dan staat aan de zijkant een Q&A. In de Q&A kun je vragen stellen en dan doet Robert-Jan Wissing vanuit ASML, de moderator, stelt ze vervolgens aan mij en dan kan ik ze vragen aan onze gastsprekers. Wij gaan werken vanuit het vitaliteitsmodel en die hebben jullie wellicht ook al eerder gezien als je vaker onze webinars hebt bezocht. Het vitaliteitsmodel is opgericht met meerdere pijlers. Het begint bij het patiënt-drijfsfeer, bij je motivatie. Vervolgens gaat die voeding, beweging, sociale omgeving, ontspanning, nachtrust en energiemanagement. Bij de andere webinars hebben we ook al verschillende pijlers besproken. Vandaag gaan we dus dieper in op het onderwerp nachtrust. Maar weet dat ze allemaal met elkaar in verbinding staan en dat we hopen dat je juist goed in je vel zit en ook lekker in je aan het werk kan. Wat vandaag de agenda gaat zijn. We gaan nachtrust dus bespreken, wat ik net al zei. Nachtrust is essentieel. Waarom is dat essentieel? Wat gebeurt er nou eigenlijk in de nacht? Hoe ziet zo'n nacht eruit? Wat is de opbouw? Hoe wordt de slaap geregeld? Een goede nachtrust, wat houdt dat in? Hoe moet dat eruit zien? Slecht slapen, hoe kan dat slecht slapen? Hoe komt dat als je slecht slaapt? Wat kun je doen? Wat zijn bepaalde tips? En we hebben een hele mooie winactie. De winactie kunnen jullie momenteel nu in beeld zien. We hebben een wake-up light vanuit Philips, mede mogelijk gemaakt door Philips. En we hebben een heel mooi boek over nachtrust en daar gaat Ingrid dadelijk nog wat meer over vertellen. Nu denken jullie, Ingrid, we gaan het deze webinar namelijk niet alleen vormgeven, althans ik niet alleen. We hebben ook twee gastsprekers voor jullie. Dr. Ingrid Verbeek, somnoloog, slaaptherapeut en medeoprichter van slaapcentrum Kempenhagen. Zou je misschien jezelf ook kunnen voorstellen? Ja, dankjewel. Volgens mij heb je het al bijna helemaal gedaan. Nee, ik werk al ruim 30 jaar met heel veel plezier op het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhagen in Hezen, waar wij vooral ook complexe of patiënten met complexe slaapproblemen zien. En langdurig slecht slapen komt zo ontzettend veel voor. Er zijn te weinig mensen die toegang hebben tot goede zorg. Dus ik ben heel blij met een webinar als deze en werk daar graag aan mee. En Ingrid, mag ik vragen, wat doe jij dan precies in je dagelijks werk? De kliniek, dus mensen die met slaapproblemen komen. Hè, dus dan diagnostiek en behandeling. En daarnaast geef ik ook veel scholing aan onder andere psychologen, maar ook andere zorgprofessionals. Dankjewel. En ik zei dat al heel kort, de winactie, een boek. Kun je daar nog even iets over vertellen? Ik ben jaren geleden gepromoveerd op de niet-medicamenteuze behandeling van slapeloosheid. En daarna heb ik meegewerkt aan de Telia-cursus Beter slapen doe het zelf. Mm-hmm. En dat boek is ook een aantal jaren geleden ook geüpdate. En ook weer wat meer bewerkingen heb ik gemaakt. En dat boek is nu dus ook te winnen. Mooi, dankjewel. Dank voor je introductie. Naast Ingrid hebben we ook nog Els van der Horst. Els, zou jij jezelf wellicht kort kunnen voorstellen? Ja, ik ben Els van der Horst. Ik ben klinisch neuropsycholoog. Ik hou me eigenlijk bezig met de link tussen het brein en gedrag in de breedste zin van het woord. En daarnaast ben ik somnoloog. Ik heb een jaar of 10 bij Kempenhagen gewerkt en ben de laatste paar jaar werkzaam bij GGZE, waar ik veel jongeren met name zie met complexe psychiatrische problemen en vaak ook slaapproblemen. Dankjewel. Jullie zeiden allebei net somnoloog, hè? Misschien voor de mensen thuis is dat een nieuwe naam.
Het wordt nog wel eens verwacht met somnolier, maar dan heb je verstand van wijn. Maar wij hebben veel verstand van slaap, zeg maar, in de volle breedte. Ja, maar wat is dan een somnoloog? Ja, dat je dus in de volle breedte, dus niet alleen de slapeloosheid waar we het vandaag vooral over gaan hebben, maar eigenlijk de hele slaapdiagnostiek en behandeling in je vingers hebt. Daar komt het eigenlijk op neer. Mooi. Ja, je legt daar een Europees examen voor af. Ja. En als je dat haalt, dan mag je jezelf somnoloog noemen. Nou, vandaag hebben we dus echt de experts in huis gehaald voor dit webinar als je het hebt over nachtrust. Nou, waarom is het onderwerp nachtrust nou zo essentieel? Waarom hebben we dit webinar georganiseerd voor jullie? Nou, we slapen ongeveer 1/3 van ons leven. 1/3 van ons leven. Dat is natuurlijk heel erg veel. Vandaag is eigenlijk 1/3 van ons leven, omdat het zoveel is het ook heel belangrijk om het te hebben over je nachtrust, je slaap. Tevens geeft 1 op de 4 Nederlanders aan slaapproblemen te hebben. Dus ook dit is daarom een hot topic. En een gebrek aan goede nachtrust kan vergaande gevolgen hebben. Nou, wat voor gevolgen kan dat dan hebben? Nou, bijvoorbeeld, je kan je heel erg moe voelen overdag. Nou, dat is denk ik duidelijk als je slecht geslapen hebt. Maar ook kan je concentratie- en geheugenproblemen ervaren. Verhoogde eetlust en een minder vol gevoel. Daar gaan we dadelijk verder op in. Hoe komt dat nou eigenlijk? Het kan zelfs een aantasting hebben op je immuunsysteem. Futloos, somber en mogelijk zelfs psychiatrische aandoeningen. Dat is best wel pittig als ik het zo opnoem. Dus goed slapen kan je in ieder geval heel veel opleveren. Nou, die gevolgen heb ik nou eigenlijk opgesomd. Die hebben jullie ook in beeld gezien. Ik denk dat het vooral interessant is, hoe komt dat, die gevolgen? En wat gebeurt er dan eigenlijk 's nachts om die gevolgen tegen te gaan? Ingrid, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, je zei al terecht, hè, van we slapen 1/3 van ons leven. Dus als slaap niet een hele belangrijke functie zou hebben, dan is dat eigenlijk wel een hele grote evolutionaire fout, zou ik bijna willen zeggen. Dus we weten dat slaap heel belangrijk is voor herstel. Herstel, hè, allereerst lichamelijk herstel. Kinderen bijvoorbeeld, die slapen meer diep. Tijdens diepe slaap heb je een toename van groeihormoon, hè, wat ook bevorderlijk is voor de groei, maar ook voor weefselherstel. Je immuunsysteem is actiever tijdens de diepe slaap. Maar ook geestelijk herstel. Hè, van we slapen ook een beetje om te onthouden en te vergeten. Hè, dus geheugenconsolidatie noemen we dat met een duur woord. Emotieregulatie. Je slaapt ook ergens een nachtje over om dingen te verwerken. En dit is ook iets van de laatste jaren. Dat de hersenen als het ware tijdens de slaap een heel klein beetje krimpen als het ware. Waardoor de afvalstoffen makkelijker weggespoeld kunnen worden. Dus herstel in de volle breedte. Wat niet alleen kan door rustig te gaan zitten. Daar hebben we echt de slaap voor nodig. Lichamelijk en vooral ook geestelijk. Dus inderdaad beide. En hoe komt het dan, wat ik net zei, hè, dat je heel moe, futloos, somber, concentratieproblemen. Hoe kan dat dan, dat dan ontstaat? Nou ja, als jij niet goed in, maar daar gaat Els meer over hebben, van als je niet goed in je diepe slaap of in je droomslaap komt, die juist die functie hebben van dat herstel, ja, dan krijg je daar klachten van overdag. En dan spreken we ook van de slaapstoornis, hè, als het je functioneren ook gaat beïnvloeden. Ja. Oké, duidelijk. En kan jij daar nog op aanvullen? Hè? Wat doet dat dan? Of hoe komt dat dan? Hoe ziet zo'n opbouw er dan uit in de nacht? Ja, nou in principe, als je echt specifiek wil weten hoe iemand slaap eruit ziet met de opbouw van slaapfases, dan heb je daar een polysomnografie voor nodig. Dus met allerlei plakkers op je hoofd ga je de slaap in kaart brengen. Dat is heel vaak niet nodig, maar het helpt ons wel om te laten zien hoe ziet die slaap eruit. Dus op het plaatje kun je ook zien dat je natuurlijk wakker naar bed gaat. Dan kom je eerst een beetje in zo die doezelslaap. Dat ken je wel, dat je bij elk geluidje eigenlijk alweer wakker bent. Dan kom je in de lichte slaapfase. Vervolgens de diepe slaapfase. En dan ga je weer naar de lichte slaapfase. En dat is 1 slaapcyclus. En die duurt ongeveer 1,5 uur. En je ziet, hè, in het begin van de nacht, zo de eerste 4-5 uur, zie je 3 keer zo'n slaapfase met ook de diepe slaap daarin. De eerste 4-5 uur van de nacht noemen we ook de kernslaap. Daarin rusten we als het ware het meeste uit. Dus wacht even, je zegt de eerste 4-5 uur rust je eigenlijk het meeste uit. Ja, want wat je in het plaatje ziet, daarin heb je eigenlijk vooral je diepe slaap. Ja. In het tweede deel van de nacht heb je veel lichte slaap en veel droomslaap. Oké. Okay. Ja. Maar ook in die eerste uur heb je al genoeg droomslaap, hè, die wel nodig Ja. is. Mm-hmm. Ja. En je zei, een cyclus duurt 90 minuten, dus elke keer ga je opnieuw weer een cyclus in. Ja. En wat kun je nog meer zien aan de hand van zo'n hypnogram? Nou, wat je ziet, is in dit plaatje zie je dat iemand sowieso 2 keer per nacht wakker is geworden. En dat wakker worden in de nacht dus heel normaal is. Aan het einde van een slaapcyclus word je vaak heel kort even wakker. Goede slapers registreren dat vaak niet. Er zullen ongetwijfeld mensen op de bank zitten die zeggen, ik word niet wakker 's nachts. Ook jullie worden stiekem wakker, maar jullie slapen verder en vergeten eigenlijk dat jullie wakker waren. Het is wel iets heel essentieels wat je nu zegt. Want ik denk dat heel veel mensen thuis denken, ja, maar ik slaap slecht, ik word continu wakker 's nachts. En eigenlijk nu dit luisteren en denken, oh,
Het is heel normaal. Iedereen wordt wakker 's nachts. Ja. Sterker nog, naarmate je ouder wordt, wordt dat alleen maar meer. En als je jezelf dan gaat spiegelen met hoe je vroeger sliep, dan ga je bijna per definitie denken dat je een slaapprobleem hebt. Terwijl, ja, als je ouder wordt, word je ook grijzer of kaal of je krijgt rimpels. Hè? Ja. Dus de veroudering treedt ook op in die slaap. En dat is echt normaal. Dus daar moeten we ons niet snel druk om maken. Als je ouder wordt, word je vaker wakker, is oké, is normaal. Ja, en je gaat ook minder diep slapen als je ouder wordt. Oké. Okay. Ja. Dus als je nu 's nachts wakker wordt, dan mag je allereerst bij jezelf denken, dit is dus heel normaal, je draait je om en slaapt hopelijk weer verder. Mooi, ik denk dat al. Ja, maar dat is wat Els ook zegt, hè, van als je er niet te druk om maakt, maar we gaan het dadelijk juist hebben van mensen die dan niet meer kunnen slapen. Hè, van het is op het moment dat je niet kort wakker ligt en er echt niet meer tot slaap komt, dan heb je wel echt een probleem. Hè. Dus even niet bagatelliseren van mensen die worstelen met de slaap, maar in principe even wakker worden, hoeft op zich geen probleem te zijn. Dat is zelfs normaal. Ja. Maar is zelfs juist heel normaal. Ja, ja. Oké, dank. Els, kan je ook iets meer vertellen? Hè? Je hebt net al kort eigenlijk gezegd over die slaapfases en een cyclus dat die 90 minuten duurt. Kun je iets meer vertellen over bijvoorbeeld zo'n lichte slaap, diepe slaap? Wat gebeurt daar? Ja. Ja, als je kijkt naar de diepe slaap, hè, dat is ongeveer, nou, laten we zeggen, maximaal een kwart van de nacht. Dan zijn onze hersenen heel traag. We zijn diep in slaap en we werken heel erg aan lichamelijk herstel. Dat is wat ik zei, dat doe je eigenlijk met name in de eerste uren van de nacht. En de tweede slaapfase, hè, dat is de droomslaap of de remslaap. Ook dat is ongeveer een kwart van de nacht. En wat je ziet is dat je hersenen dan heel snel zijn en dat je bijna net zo actief bent als dat je gewoon wakker zou zijn overdag. En de droomslaap is vooral gelinkt ook aan het geestelijk herstel, waarbij we ook het gevoel hebben dat we dingen verwerken die we overdag hebben meegemaakt. En vooral ook dingen herkennen uit onze dromen die passen bij ons dagelijks leven. Zijn we aan het verhuizen, dan onthouden we dat we dromen over verhuisdozen. Sommige mensen zeggen ook, ja, ik droom nooit. Nee. Nou, als je na een droom in principe gewoon weer verder slaapt, hè, dus na die droomfase niet heel bewust langer wakker bent, dan kan het zijn dat je dus vergeet dat je gedroomd hebt. Net als dat je vergeet dat je 's nachts wakker wordt. Maar ook daarbij, iedereen droomt dus ook. Als we iedereen hier zouden volplakken met allerlei elektroden, dan droomt iedereen. Duidelijk, ja. Dank. En de derde fase, dat is de lichte slaap, dat doe je ongeveer de helft van de nacht. En die zie je ook wat meer, hè, in de loop van de nacht. En misschien herken je als je de luxe hebt om lekker uit te slapen, dat je dan vaak wat vaker wakker wordt. Hè, omdat je makkelijker gewekt kunt worden uit lichte slaap. En die wordt met name ook gebruikt als je langer op bed ligt dan de slaap die je nodig hebt, zul je dus meer lichte slaap hebben aan het einde van de nacht. En misschien herkennen mensen wel in deze tijd van het jaar, hè, waar het veel meer donker is, dat je dan ook de neiging kan hebben om wat langer te slapen. Ja, en dat dan de vraag is of dat kwalitatief, hè, heel helpend is. Want vaak word je heel veel wakker en niet per se heel uitgerust wakker in de ochtend. Daar gaan we het ook zo nog over hebben, hè? Ja, ja, kwaliteit boven kwantiteit. Dat is al, gaan we herhalen, die boodschap. Waarom leggen wij dit uit aan de mensen? Waarom is het belangrijk om te weten hoe nou de nacht eruit ziet? Ik denk, het is belangrijk om te weten wat je doet in de nacht. En dus ook te weten wat is dan normaal en wat is niet normaal. Waarbij we wel altijd zeggen, je hoeft echt niet precies te weten hoe jouw slaap eruit ziet. Hè. Je kunt prima inschatten op basis van gewoon kijken naar jouw nacht, hoe vaak je wakker wordt. Of je voor je gevoel diep of weinig diep hebt geslapen. Maar het is goed om te weten, dit is hoe het opgebouwd is. Maar de vraag is of wij dit zelf zo registreren. Mm-hmm. Hè, er zijn best wel wat mensen die, ja, je bent je niet bewust van het feit of je diepe slaap hebt gehad of lichte slaap. Maar in de basis qua functie, ja, wat doet slaap, dan is dit een belangrijk. En het is zo grappig wat jij zegt, want tegenwoordig heb je heel veel van die Fitbits, hè, dat mensen zo komen van, volgens mijn Fitbit slaap ik te weinig diep. Ja. En denk je, maar dan weet die apparaten zijn nog helemaal niet zo goed dat ze dat kunnen meten. Dan heb je wat Els zegt, dan moet je helemaal iemand volhangen met allerlei sensoren. Maar juist bij slapeloosheid gaat het om die subjectieve beleving. Dus we willen gewoon weten hoe iemand de slaap ervaart en niet wat een apparaatje, een horloge, wat misschien goed rust en beweging kan registreren en daar leuke plaatjes van maakt, het meet. Maar het gaat echt om jouw beleving van die slaap, want daar gaan we in de behandeling ook mee aan de slag. Dus het eigenlijk belangrijker is je gevoel. En wat zou je dan willen aanraden aan de mensen die juist continu kijken, heb ik goed geslapen en het lezen dat af in de app? 'S nachts de ding wegleggen. Nee, sowieso 's nachts, maar eigenlijk sowieso wegleggen. Ja, nee, ik zou, kijk, als het je helpt om in kaart te brengen dat je, ik denk veel dat je tijd neemt voor pauzes of een stukje coach of je voldoende beweegt. Hè, meer zo stappen tellen, is allemaal prima. Maar ja, ik zou het niet gebruiken voor de slaap. Nee, dan gaat het echt om je eigen beleving. En daar gaan we dadelijk ook nog op in wat dan een goed middel is om dat eens te meten. Hè, hoe je slaap dan eigenlijk is. Kunnen jullie iets meer vertellen hoe dat slaap geregeld wordt? Hè? We hebben uitgelegd wat er gebeurt 's nachts. Maar hoe val je nou in slaap of hoe komt dat? Ja, eigenlijk gaat het bij slaap in essentie maar om drie dingen. En dat is dat je op het voor jou juiste moment
gaat slapen. Dat heeft te maken met je biologische klok. Die regelt onder invloed van licht het slapen en waken. En ja, je hebt de typische avondmensen, die gaan laat naar bed en die hebben 's ochtends moeite om op te staan. Het typisch ochtendmens gaat vroeg naar bed, maar wordt ook vroeg wakker. Hè? Dus die biologische klok, wat is voor jou het juiste moment om te slapen? En wat is jouw slaapbehoefte? Nou, dan kun je in gesprekken en met een slaapdagboek kun je erachter komen. Het tweede is, ja, slaap is eigenlijk ook net zoiets als honger. Als je de hele dag niet eet, dan krijg je trek. Als je de hele dag lekker fit en actief bent, dan krijg je slaaphonger. Dat noemen we ook wel slaapdruk of slaapschuld. Dus je kunt je voorstellen, als je de hele dag op bed ligt en je doet verder niks en je gaat alleen maar op de bank een beetje hangen, dan ben je nog vermoeider. Ja, dan bouw je geen slaapdruk op, zal je niet lekker slapen in de nacht. Dus daar moet je ook mee rekening houden. En uiteindelijk, want die eerste twee kunnen op orde zijn, hè, dat je lang wakker bent geweest, dat we weten wat voor type slaper je bent. Maar op het moment dat jij niet ik noem het wel eens het voorportaal van de slaap kan bereiken, omdat je nog heel hyperactief bent, zowel in gedachten of in je lichaam, dan gaat het ook niet lukken. Dus het is continu eigenlijk een samenspel van deze drie mechanismen. Ik denk dat het wel goed is om iets dieper in te gaan op deze drie mechanismen, want jij zegt dat het is heel belangrijk en die samenspel is dus ook belangrijk om dat ook te weten. Kun jij nog iets meer vertellen over dan de biologische klok en wat is dat? Wat houdt het in? De biologische klok, dat is een groepje cellen die achter de oogzenuw, waar die elkaar kruisen. Dus als je hier en hier een lijn zou trekken, daar waar die elkaar kruisen, daar ligt dus dat groepje cellen die onder invloed van licht dus de melatonineproductie aansturen. Hè. 's Avonds, als het donker wordt, dan neemt de melatonineproductie toe. Is een lichaams eigen hormoon wat ons voorbereidt op het gaan slapen. Oké, dus melatonine bereidt je voor, eigenlijk dat maakt je moe? Die spiegel die neemt toe en dan krijg je slaap. En dan heb je ook zin om naar bed te gaan. En dan staat er niet voor niks al dat blauwe licht erachter. Want tegenwoordig met onze schermen, met of het nou een tablet is of telefoon, we kunnen onszelf heel makkelijk wakker houden door te veel, met name blauw licht, hè, ook in de avond. Nou, dan zeggen heel veel mensen, ja, maar ik heb zo'n filter erop staan, dus dat geldt voor mij niet. Dat klopt voor het licht, maar dan nog houdt het je hersenactiviteit hoog. Als jij continu checkt, of nog even op social media, of een appje, heeft hij het al gezien, het houdt je hersenactiviteit hoog, maar het stelt ook het slapen gaan uit, omdat je in beslag genomen wordt door die activiteit. Dus niet alleen licht van een tv of van een tablet, maar ook de hersenactiviteit. Ja. En dat is eigenlijk niet slim, net voor het slapen gaan. Ja, het houdt je hersenactiviteit hoog. Ingrid, kun je nog een keer herhalen hoe dat nou zit met dat licht en melatonine? Want dat ging misschien voor mensen heel snel thuis. Kun je nog een keer herhalen? Ja, licht en melatonine zijn elkaars tegenovergesteld. Zo kun je het eigenlijk onthouden. Okay. Dus licht in de ochtend heb je nodig om wakker te worden. En de prijs bijvoorbeeld, die kan mensen helpen om wat makkelijker uit slaap te komen. Ik vind het zelf heerlijk, maar ik ken ook collega's die vinden het juist vreselijk, want die worden bij dat eerste klikje al wakker. Dus dat is heel persoonlijk. Hè? Dan gaat de echte wekker pas nadat heel langzaam in een half uur tijd het licht feller wordt. Dus licht activeert, kan positief werken op stemming. Dan heb je het echt meer over de bright lights, hè, voor lichttherapie, seizoensgebonden depressies. Dus licht activeert en is het tegenovergestelde, want als je van melatonine, hè, dus ongeveer 12 uur nadat je 's ochtends het licht hebt om wakker te worden, begint 's avonds die productie van melatonine op gang te komen, wat ons voorbereidt op het gaan slapen. Okay, even dat gezegd hebbende, melatonine is absoluut geen goed slaapmiddel. Nee. Het is vrij verkrijgbaar. Mensen denken, dat kan toch geen kwaad, hè? Lichaams eigen hormoon. Maar melatonine in de verkeerde dosis of te hoge dosis en verkeerd tijdstip kan echt tot slaapproblemen leiden. Dus behandeling van eerste keuze is altijd zonder pillen. Ja, heel goed. Mooi. En hoe is dat dan als je bijvoorbeeld, sommige mensen die waarschijnlijk kijken, die werken overdag op kantoor en misschien ook zonder daglicht. Wat raad je daarbij aan dan? Naar buiten in de lunchpauze lekker wandelen. Dan heb je en je beweging en je licht. Want licht buiten is zoveel meer dan binnen. Dus echt lichtbaarder zou ik het bijna willen noemen. De een is er meer gevoelig voor dan de ander. Maar zorg wel echt voor het liefst ook daglicht en anders een bright light bijvoorbeeld. En vooral als je er gevoelig voor bent in de donkere tijd van het jaar. En als je nachtdiensten hebt en je stopt 's nachts met werken, hè, wat raad je daarin aan qua biologische klok? Geen nachtdienst doen. Nee, dat is even heel plat gezegd. Maar er is ooit eens een heel serieus rapport van de Gezondheidsraad verschenen over ploegen.
En dan was regel 1, advies 1, van ja, eigenlijk niet doen. Het is gewoon niet goed voor ons. Dus dat gezegd hebben, leven natuurlijk in de maatschappij waarin het niet anders kan. En dan is het echt roeien met de riemen die je hebt. Symptoommanagement noemen we dat dan. Mm-hmm. Kijk, hoe kan je het volhouden? Maar je ziet eigenlijk een survival of the fittest. Zo kun je het eigenlijk wel noemen. Hè? Van mensen die er niet tegen kunnen. Die gaan er eigenlijk al, voordat ze 30 zijn, een andere baan zoeken. Die denken, ja, weet je, dit gaat hem niet worden. Dus eigenlijk je tip 60ste. Is, niet doen. Maar wat nou als je het wel doet? Wat is dan een tip? Nou ja, ligt eraan, want dan wil ik eerst weten, ben jij een avond- of een ochtendmens? Dus okay. Je wil echt weten hoe, bij elk van de dienst, wat is jouw probleem? Maar de belangrijkste tip is, sprokkel maar 1 uur of 6 slaap per etmaal bij elkaar. Doe maar dutjes, want het is niet goed voor je. Jij moet kijken hoe je je toch kan herstellen binnen die diensten. Maar dat zou ik het liefst echt met een dagboek van elke slaapdagboek van elke dienst doen. In combinatie met het gesprek aangaan en dan zien wat de beste adviezen zijn. Want je kunt niet zomaar... Dat is leuk ook van dit vak. Niet iedereen krijgt hetzelfde advies. Nee. Anders zou het ook een beetje saai worden. Ja. Maar je gaat echt kijken wat voor iemand kan werken. En zeker als je in ploegendiensten werkt, is het juist wel heel essentieel om misschien iemand er juist bij te halen die expert is op slaap, die je daar ook bij kan ondersteunen en helpen. Ja, ik denk ploegen is typisch iets waar je misschien wel al vrij snel naar een slaapcentrum zal gaan. Omdat dat gewoon best wel ingewikkeld in elkaar zit. En we hebben het vandaag vooral over dadelijk de langdurige slapeloosheid. Mm-hmm. En daar zijn zoveel mensen die gewoon te weinig toegang hebben tot goede zorg. En daar kunnen we echt met z'n allen hele goede stappen in maken als we een aantal basics van de slaap leren. En dat gaan we vandaag doen. Dankjewel. Heel even tussendoor naar het publiek die nu momenteel kijkt. Ik zie dat er nog geen vragen zijn binnengekomen. Stel vooral je vragen, zodat ze bij ons terechtkomen. Zal ik ze ook kan stellen aan onze gastsprekers-experts vandaag. Je zei natuurlijk even kort over slaapdruk. Kan je daar nog iets meer ook over vertellen? Ja, een beetje technisch. Het bijproduct van hersenmetabolisme is adenosine. Mag je meteen vergeten, maar dat is eigenlijk wel hetgeen wat opbouwt, wat wij dus die slaapdruk noemen. Dus als je wakker bent, neemt dat toe. En als je gaat slapen, neemt dat weer af. Een soort zandloper, een zaagtand, hè, hoe je het ook wil noemen. Dus hoe langer jij wakker bent, hoe hoger dat oploopt. Mm-hmm. En dat gebruik je om weer makkelijker te kunnen slapen in die slaaptherapie waar we het straks over gaan hebben. Oké, kan jij daar nog iets op aanvullen, Els? Heb je daar nog een aanvulling op? Nee, ik denk dat wat Ingrid noemt is belangrijk dat je dus overdag voldoende slaapdruk opbouwt. Dus ook vooral niet overdag heel veel gaat slapen of juist heel weinig actief bent. Dus eigenlijk wil je elke dag toewerken naar een zo optimaal mogelijke nacht. En dat herhaalt zich elke dag opnieuw. Okay. Dus je hebt ook elke dag weer nieuwe kansen om je slaap te nieuwe verbeteren. Nieuwe kansen. Slaap, hoor ik ook hè, bij beide groepen wel eens, dat kun je inhalen. Dat is natuurlijk niet zo, slaap kun je niet inhalen. Nee, het leuke van de slaap is, die haalt zichzelf eigenlijk in terwijl je slaapt. Want Els heeft net laten zien die opbouw, hè, van lichte slaap naar diepe slaap en dan naar droomslaap. Op het moment dat je echt te weinig hebt geslapen of je moet het inhouden, dan ga je gewoon langer diep slapen. Dus dan ga je efficiënter slapen en dan knipt hij als eerste de lichte slaap eruit. En daar maken we ook gebruik van in de slaaptherapie. Dus je hoeft niet, als je een avond heel slecht slaapt hebt, of je bent om 3 uur naar bed gegaan een keertje, hè, anders dan anders waar je normaal om 9 naar bed gaat, hoef je niet de volgende dag juist extra vroeg naar bed te gaan. Nee. En ook overal kun je weer nuances in maken, hè, want een avondmens die een slaaptekort opbouwt omdat hij 's ochtends de hele week al te vroeg uit bed moet, die mag best ietsje uitslapen in het weekend. Mm-hmm. Vooral als die nog wat jonger is en verder geen probleem heeft met de slaap. Maar ga alsjeblieft geen slaapproblemen in te halen en slaap sprokkelen, want dan kom je echt alleen maar verder van huis. Ook een tip eigenlijk, hou je ritme aan. Probeer je ritme aan te houden. Ja, je lijf regelt zelf wel dat hij voldoende diepe slaap krijgt en dus inhaalt als het ware, zonder dat jij daar zelf qua bedtijd iets aan moet doen. Mooi, dankjewel. Ik krijg ondertussen een vraag. Ik ga hem even tussendoor vragen. Even kijken, melatonine is niet goed, werd net verteld. Maar slaaptabletten van A. Vogel, is dat wel veilig? Daar zit geen melatonine in en een natuurlijk product. Kun je daar iets over zeggen? Ja, het is toch een beetje externaliseren, als ik eerlijk ben. Dan ga je toch een beetje hulp zoeken in een pilletje. Daar waar ik dan zou willen weten hoe die andere dingen op orde zijn. Hè? Dus die slaapdruk en die rust in je hoofd en lijf waar we het ook nog over gaan hebben. En of je weet wat voor slaper je bent, wat je nodig hebt. Dus blijf weg van de pilletjes eigenlijk. Ja, niet te snel naar pilletjes grijpen. Nee, dat zou echt wel een advies zijn. Dus kijk het webinar even af en probeer dan aan het einde er een tip uit te halen. Dat is beter als een pilletje. Ja. Ook omdat je eigenlijk slaap heel goed zelf kunt controleren. En zo'n pilletje geeft heel weinig gevoel van controle, want dat is zo extern. Hè? Je hebt dat pilletje nodig om goed te slapen. Ja. Terwijl er heel veel dingen zijn die we zelf kunnen doen, die eigenlijk al een goed effect op de slaap hebben. Ik ben blij dat er ondertussen vragen binnenkomen. Dat is altijd leuke interactie. En dat is ook iets wat jullie willen, waar jullie antwoord op willen hebben. 'S Nachts wakker en je gaat naar het toilet. Daarna
weer slecht inslapen. Wat te doen? Ja, dan wil ik eerst weten hoe oud ben je en heb je veel aan je hoofd. Hè? Want er zijn twee mechanismen. Ofwel inderdaad, je bent ouder en je wordt dus makkelijker wakker. En je hebt wat minder, of je hebt wat meer moeite om die slaap te behouden. Hè? Dus je blijft ook wat makkelijker wakker. Maar als jij die eerste uren slaap hebt gehad, ja, dan heb je al een heel deel van die slaapschuld ingelost. En op het moment dat jij dan van allerlei problemen aan je hoofd hebt, wordt het ook lastiger om tot slaap te komen. Omdat je eigenlijk niet meer die grote druk van slapen hebt. En wat je dan heel vaak ziet, is dat mensen in bed gaan liggen woelen en malen. Ja. En wat Els net al heeft uitgelegd van die doezelslaap, dan heb je het gevoel dat je wakker bent, maar je zit heel licht in slaap. Je kunt helemaal niet goed over dingen nadenken. Ik denk dat veel mensen wel herkennen, zo van, waar heb ik toch lopen malen over iets, futiliteit. Mm-hmm. Als je echt wakker bent, dan ben je er meteen klaar mee. Dus in bed liggen, sudderen, malen heeft geen zin. Dan kan je er veel beter even uitgaan. Mm-hmm. En als je dan uit bent gegaan en je komt terug en je kan dus niet meer in slaap vallen, heb je daar een tip voor? Want hè, dan blijf je dus wakker. Wat kun je doen om dan weer in slaap te vallen? Ik denk dat ze in de loop van het webinar nog wel ter sprake komen. Maar we kunnen vast veel zaken vooruit lopen. Ja, we gaan gewoon vooruit voortschotjes geven. Ja, geef het maar weg. Ja? Nou, ja, voorkom in ieder geval dat je ligt te piekeren in je bed. Hè? Dus als je echt niet meer in slaap kunt komen, ga er heel even uit. Ga even iets doen ter ontspanning, hè? Geen beeldschermen, geen activiteiten. En liefst zo saai mogelijk. Ja. He, want als jij een spannend boek gaat doen, of kijk, als je echt ergens mee zit, kan het wel handig zijn om het even van je af te schrijven, maar niet te lang. En zoek daarna iets. Afleiding, ontspanning, een stukje zelfzorg, mm-hmm. een beetje muziekje, een ontspanningsoefening. Ja. Kan van alles zijn. Maar doorbreek dat woelen in bed. Ja. Dat is denk ik een hele belangrijke. Wat ik ook wel eens meegeef, hè, blijf vooral dicht bij jezelf. Dus ga eens op je ademhaling letten. Ja, doe wellicht eens een bodyscan. Raad je dat ook wel eens aan? Ja, zeker. Het enige wat je niet wil, is dat je onrustig en gefrustreerd wakker ligt. Daar word je heel moe van. Yes. Ja. En ook, pas op wat je denkt. Als je tegen jezelf zegt, oh god, ik moet nu slapen, want ik heb morgen een belangrijke afspraak, dan loop je als het ware steeds verder weg van de slaap, omdat je steeds verder overgeactiveerd raakt. Ja. Dus een stukje in het hier en nu zijn met wat er is zonder oordeel. Hè, eigenlijk heel mindful. Of vanuit de acceptance en commitment therapie heb je ook dat soort benaderingen van, neem het even zoals het is, want dat vergroot de kans dat het wel lukt. En je kunt ook te veel je best doen om te slapen. En ik denk, Ingrid, precies wat je nu zegt is een mooi bruggetje om eigenlijk de volgende vraag, wat je net ook al zei, rust in je hoofd en in je lichaam. Ja, dit is een plaatje. Ik laat het ook heel vaak aan patiënten zien. Hè? Van schematisch, als we diep slapen, dan hebben we van die trage hersenactiviteit, wat Els net heeft uitgelegd. En dan sta je als het ware ook een beetje op je rem. He, dus de spierspanning, de ademhaling, de hartslag is allemaal veel trager. Mm-hmm. En wanneer we, zoals wij, actief wakker zijn, dan heb je, en jullie hoop ik ook thuis, dan heb je snelle hersenactiviteit, maar dan heb je ook hogere spierspanning, snellere ademhaling, hogere hartslag. En we hebben geen aan-uitknop. Dus voor het slapen is de bedoeling dat we langzaam als het ware die slaap ingeleiden. En dan, wat je zelf kan doen is waar dat poppetje staat, hè, een soort voorportaal van die slaap komen, waarin je lichamelijk, geestelijk ontspannen genoeg bent om te slapen. En dan moet je het loslaten, dan gaat het vanzelf. Dus als je te veel gaat controleren, gaat het daar ook mis. Maar wat je wel kan controleren, waar je wel grip op hebt, is dus als het ware die voorwaarden creëren waarop die slaap ook kans heeft om op te treden. Rust in je hoofd en in je lijf. Mooi, dankjewel. Heb je nog aanvullingen? Ja, dan zijn er denk ik een aantal punten die goed zijn om even eruit te lichten. Als het gaat om die rust in je hoofd en rust in je lijf. Ik denk dat we allemaal herkennen als we een hele drukke dag hebben gehad, of als er veel zorgen zijn die we hebben, dan liggen we daardoor wakker. En eigenlijk zou het advies dan zijn, probeer dan die dag ook echt af te bouwen. En na een drukke dag, neem even de tijd om te ontspannen in de avond en echt toe te werken naar het naar bed gaan. En ben je tot laat aan het werk, dan ben je misschien wel heel moe. Maar het lukt het niet om in slaap te vallen omdat je hoofd nog zo aanstaat. Maar dat is een hele goeie om even uit te lichten het verschil tussen moe en slaperigheid. Want daar komen we ook heel vaak tegen. Van, moe is meer geen energie. En wat jij zegt, van je bent misschien wel heel druk geweest, dus je bent moe. Maar nog geen slaap. Slaap is echt, je gaat gapen, hè, je ogen vallen dicht, je hoofd valt als het ware om. En heel veel mensen gaan naar bed omdat ze moe zijn. En niet per se omdat ze slaap hebben. Ja. Ja. Daar zit een verschil in, moe en slaap. Ja, ja, moe is, hè, weinig energie, futloos. En slaap betekent, als ik mijn ogen dicht doe, slaap ik. En dat willen we hebben. Dat willen maar wat we doe hebben. Je dan als je moe bent dan?
Dan hou je even rust. Als je moe bent, heb je wat meer balans nodig. Heb je blijkbaar net iets te veel gedaan, hè, waardoor je moe bent, waardoor je weinig energie hebt en moet je dus wat meer overdag al slaapdruk wat jij net noemde, ja. De ademhalingsoefeningen, bodyscan, lekker gaan zwemmen of sporten of op een andere slaapdruk manier opbouwen. Ja, maar ook echt ontspannen. Even bijkomen. Ja. En ik denk wat je vooral niet wil als je moe bent, is dat je gaat slapen overdag. Want dat gaat ten koste van je nacht. Want we hebben slaap nodig om te herstellen. Maar juist van die goede ontspanning herstel je ook. Mm-hmm. En dat is een eye-opener. Want dat kun je echt leren. Daar kun je overdag mee aan de slag. Om 's nachts beter te slapen. Ander type herstel is dat eigenlijk. Het is allebei herstel. Ja, en alleen die hersenen of die slaap hebben we echt nodig. Ja, maar je kunt dus ook op andere manieren herstellen. En die nacht is echt een afspiegeling van je dag. Dus als daar te weinig balans en ontspanning is, dan krijg je ook een onrustige nacht. Dat kan niet anders. Ja, dus moe betekent eigenlijk rust. Hè? Tijd voor jezelf, rustmomenten inbouwen. En slaperig betekent slapen. Duidelijk, mooi, dankjewel. Kort door de bocht. Ja, nee, duidelijk, ja. Ja. En nog een paar dingen, want het tot laat werken maakt dat je lijf en je hoofd nog heel erg wakker zijn. Tot heel laat sporten is ook zoiets. Als je heel laat op de avond nog training hebt, dan is dat wat het is. Maar gun jezelf daarna dan even een half uurtje tot een uurtje om tot rust te komen. In plaats van dat je snel in bed gaat liggen, hopend dat je in slaap valt. Mm-hmm. En mensen die slecht slapen, die moeten vaak nog langer wachten. Hè? Dan is het, die kunnen soms zeggen, als ik na 6 uur ga hardlopen, dan val ik niet in slaap. Dus het ligt ook een beetje aan de intensiviteit. Hè, van hardlopen, squashjes, natuurlijk veel intensiever dan rustig baantjes gaan trekken. Maar het overactiveert je. En mensen die slecht slapen zijn van nature al wat meer overgeactiveerd. Dus die hebben daarin vaak wel wat langer nodig om af te bouwen. Dus we willen graag dat je sport en dat je beweegt. Want dan ga je beter van slapen. Ja. Maar time het, zodat je er geen last van krijgt. Ja. En de laatste, de sociale druk. Hè, er is 24 uur per dag nieuws. Social media hou je niet bij en je loopt achter. Dat houdt je ook wakker. Duidelijk. En Els, waar moet de goede nachtrust dan aan voldoen? Hoe weet je dat je dan een goede nachtrust hebt? Ja, in principe zeggen we als het overdag goed met je gaat, hè, dan heb je goede nachten. Ja, eigenlijk wat Ingrid net al zei, het is echt een gevoelskwestie. Het is een gevoelskwestie waarbij we ook nog wel eens de fout maken dat als we moe zijn overdag, we dat meteen linken aan onze nachten. Terwijl je ook moe wordt doordat je het heel druk hebt op je werk. Of te weinig tijd voor ontspanning neemt of hebt. Of jonge veel kinderen die niet jezelf slapen. Ja. Veel moed. Hè? Dus wij linken dat snel aan elkaar. Maar in principe wil je, als je overdag prima functioneert, dan heb je dus geen, dan mag je ervan uitgaan dat je goed slaapt in de nachten. Okay. En dan is het belangrijker dat je kwaliteit van slaap goed is dan dat je een bepaald aantal uren slaap haalt. En we zeiden al, een paar keer wakker worden doet dus ook niks op die kwaliteit van de slaap. Mm-hmm. En dan zijn er toch nog verschillen, hè? Want we hadden het net al, er zijn een aantal verschillen. Ja, hoe zit dat dan? Ja, er zijn heel veel verschillen. Ik denk dat het goed is dat, dat we ons dat realiseren. Je hebt korte slapers en je hebt langslapers. Waarbij het merendeel van de mensen slaapt zo'n 7 à 8 uur per nacht. Er zijn ook echt mensen die voldoende hebben aan 5 à 6 uur. 4, 5 uur, dat zijn er niet veel. Maar ze zijn er wel. En sommige mensen hebben behoefte aan 9 uur slaap. Dus kijk even bij jezelf ook hoeveel slaap heb ik eigenlijk nodig. Daar kan je eigenlijk niks over zeggen. Dus je kunt er niks zeggen, over zeggen. Je slaapt 5 uur, dan slaap je slecht. Je doet een groep van En zeker niet iedereen kan 5 uur slapen. Want de groep die wat meer slaap nodig heeft, die gaat overal in slaap vallen. Exact. Dus het is echt heel persoonlijk. Heel persoonlijk. En daarom is zo'n algemeen advies van 8 uur op bed. Ja, eigenlijk is dat een lastige. Want het gaat vooral de uur op bed liggen die je nodig hebt. Okay. Wat het inslapen betreft, Ingrid zei het al. En naarmate we ouder worden, hebben we ook wat meer tijd nodig om in te slapen. En ben je iemand die van nature wat druk is in zijn hoofd of even nodig heeft om tot rust te komen, gun jezelf dan ook die tijd in de avond zonder dat je denkt, ik lig heel lang wakker. Mm. Denk, ik ben het investeren in een goede nacht slaap en heb ik wat meer tijd voor nodig. Je hebt natuurlijk de ochtend- en de avondmensen. Dus sommige mensen die gaan graag laat naar bed. Die merken pas laat op dat ze slaperig worden. En die hebben ook moeite met 's ochtends opstaan. Dat zijn mensen die vaak erg afhankelijk zijn van een wekker. Waaronder ik zelf. Maar je hebt ook de lucky few in mijn ogen. De ochtendmensen die in de avond graag op tijd naar bed gaan. En dan in de ochtend misschien wel voor de wekker. Iedereen heeft echt een biologische klok. Wij zijn ook twee uitersten. Dat is wel grappig, want wij zijn oud-collega's. En dat weten we nog wel. Precies. Dan heb je nog vrouwen en mannen. De verschillen daartussen. Wat je eigenlijk ziet is dat tot aan de puberteit hebben jongens en meisjes evenveel slaapproblemen. En vanaf de puberteit hebben meisjes dat meer. En die trend zie je eigenlijk de rest van ons leven. Kun je uitleggen hoe dat dan kan of is dat lastig? Nee, dat kan. In principe zien we dat hormonen heel veel invloed hebben op de slaap. Dus vanaf de puberteit hebben meisjes daar meer last van. In de menstruatiecyclus zie je dat die hormonen invloed hebben op het slapen. Als vrouwen in de overgang komen heb je vaak ook weer een langere periode van slecht slapen. Die heel vervelend is, maar dus hormonaal eigenlijk heel goed te verklaren. En dat maakt ook dat man-vrouw verschil eigenlijk ontstaat vanaf dat die hormonen in de puberteit een rol gaan spelen.
Leeftijd, hè, het wordt er helaas niet beter op. Net als dat we gaan er misschien allemaal ook wat minder mooi uitzien naarmate we ouder worden. Of krijgen wat meer rimpels. Dat heeft ook zijn charme. Maar de slaap, ja, die heeft ook wat te lijden. Die veroudert ook. Mm-hmm. Hè, dus je bent langer wakker, je bent meer wakker. Hebt wat minder diepe slaap. Hebt niet meer slaap nodig. Dus je herstelt wel nog in die tijd. Eigenlijk wat we net ook over hadden. Ja, en het feit dat je denkt, ik lig veel wakker. Ik ga dus langer op bed liggen, werkt vaak averechts. Want dan ga je nog meer wakker liggen. Dus weet, het is weer oké. Ja. Het is oké, ja. Ja, nou en dan hè, de zwangerschap natuurlijk ook qua hormonen en disbalans. En dan ook nog die dikke buik gaandeweg die in de weg zit. Nou, dat helpt allemaal niet mee. Oké, heel veel verschil. Er zijn nog een aantal dingen die ook je slaap slecht kunnen beïnvloeden. Daar heb jij een mooi verhaal bij. Ja, weet je, dit is eigenlijk vooral om uit te leggen. Er is nogal een verschil tussen acute slapeloosheid en chronisch. Hè, dus bijna iedereen die heeft wel eens een keer slecht geslapen, hè, als die iets heeft meegemaakt. Maar dit plaatje laat zien hoe ontwikkelt zich nou van nog niks aan de hand, dat noemen we dan preklinisch, van acuut tot chronisch. En chronisch is dan langdurend. En die lijn, hè, insomnie, intensiteit, zei ik niks anders. Daarboven heb je een slaapprobleem, daaronder nog niet. En dan is dat een samenspel van wat wij noemen voorbestemde, uitlokkende, onderhoudende factoren. Mag je meteen vergeten. Het gaat erom wie ben je, wat maak je mee, hoe ga je ermee om. He, dus jij kan iemand zijn die kwetsbaar is om ooit te slecht slapen te worden, omdat je het in de familie zit. Hè? Er zijn genen die echt genetisch zijn. Ja, zeker. Precies. Ja. Okay. Maar ook hangt het samen vaak met persoonskenmerken van neuroticiteit, een beetje neurotisch, de perfectionistisch lat hoog leggen. Dan kom je makkelijker in de slaapproblemen. Dat is weer die figuur met die golfjes. Dan zit je ver weg als het ware van die slaap. Het is ook wel invoelbaar, denk ik, hè? Dat je dan makkelijker in de slaapproblemen komt dan iemand die heel makkelijk alles van zich af laat glijden. Maar dat tweede blokje, een uitlokkende factor, iets wat je meemaakt. Dat kan zijn een verlieservaring, zorgen ergens om, een medische ziekte, noem maar op. Dat maakt dat je dan slecht gaat slapen. Maar over het algemeen herstelt dat weer. Maar wat gebeurt er nou bij die mensen die langdurig slecht slapen? Dus die horen tot wat wij noemen chronische insomnie-stoornispatiënten. Wat toch 1 op de 10 is. Dat zijn gewoon heel veel mensen. Die raken verstrikt in een vicieuze cirkel dat het gewoon niet meer lukt. Slaap is ook gedrag. Dat kun je ook echt afleren. En dat doe je natuurlijk niet expres. Maar je raakt in een vicieuze cirkel. Waarin je eigenlijk allemaal dingen doet met beste bedoelingen. Maar die ondermijnen eigenlijk de slaap. En dat gaat Els uitleggen. Ja, want heel praktisch kom je dan dus in deze cirkel terecht. En die ziet er als volgt uit. Op het moment dat je slecht slaapt, dan is het slapen minder vanzelfsprekend. Dus je gaat eigenlijk naar bed, je doet het licht uit en je hoofd gaat aan. Je gaat nadenken, je gaat je zorgen maken, je gaat piekeren, maar ineens is dat slapen niet zo vanzelfsprekend meer. En omdat jouw hoofd zo actief is, slaap je dus eigenlijk nog slechter. En wat je vervolgens ook krijgt, omdat je niet goed slaapt, dan ga je naar bed en dan ben je lichamelijk ook gewoon minder ontspannen dan de persoon die gaat liggen en als een blok in slaap valt. Dus omdat je lichamelijk meer gespannen bent, hè, zul je minder makkelijk in slaap vallen. En de derde die je dan nog ziet, hè, als je slecht slaapt, is dat je ook verkeerde slaapgewoonte ontwikkelt. Je gaat vroeg naar bed, want je bent zo moe. Je gaat uitslapen, want je bent zo moe. Je gaat dutjes doen overdag. En eigenlijk weten we dat die alleen maar bijdragen aan nog slechtere slaap. En hier past ook het allerlei middeltjes gaan gebruiken. Hè, wat ik wel snap, maar wat vaak toch weer het slecht slapen eerder in stand houdt dan dat het je helpt. Dus eigenlijk eerder, je moet weten, wat is de oorzaak? Waar we het net over hadden, hè, hoe ontstaat nou slecht slapen? En ook ben bewust van deze visuele cirkel als je daarin zit. En ga dan denken, hoe kan ik daar uitkomen zelf, met wellicht hulp van een somnoloog? Nou nee, liever niet, want dit gaat over 1 op de 10 mensen. En er zijn gewoon heel veel zorgprofessionals die hiermee aan de slag kunnen. Er zijn gewoon echt nog te weinig goed opgeleide zorgprofessionals. En dan heb ik het over de praktijkondersteuner bij de huisarts. Of hè, zelfs van de fysiotherapeut tot de slaapoefentherapeut en psychologen. Die allemaal een rol hebben in mensen weer beter leren slapen. En dan kom je pas bij een slaapcentrum als dat allemaal niet werkt. Dus die kortdurende cognitieve gedragstherapie voor insomnie, die wordt niet vergoed helaas bij psychologen. Want feitelijk hoort het qua techniek het best thuis bij de psycholoog. Maar dat wil niet zeggen dat er niet op heel veel andere manieren al met psycho-educatie, de gedragsinterventies, hè, beter leren ontspannen. Daar kun je echt heel veel mensen al mee aan het slapen kijken. Maar dat gebeurt nog veel te weinig. Dus ik denk dat het vooral goed is, ben je bewust van dat je in de visuele cirkel zit. Ga een aantal tips van vandaag eens uitproberen. Hè, die we dadelijk ook nog eens duidelijker gaan bespreken. Dan nou, kom je er echt zelf niet uit. Maak dan ook eens gebruik van je omgeving. Ga eens een keer kijken naar iemand die je daarbij kan ondersteunen. En dan zou ik zeggen, begin bij de huisarts. Ja.
He, want vaak is het toch bij de diagnostiek wel belangrijk dat er een aantal dingen even uitgesloten worden. Mm-hmm. Van, je wil wel een goede anamnese, een goede verhaal horen en weten of er medische aspecten spelen. Dus de combinatie huisarts met praktijkondersteuner en daarnaast ook slaapoefentherapeut, dat is in de eerste lijn, zoals ze dat noemen, heel goed. En kom je er dan niet uit, ja, schaal dan op naar een psycholoog. En pas als je daar dan weer niet uitkomt, dan kan eventueel het Centrum voor Slaapgeneeskunde aan bod komen. Maar zeker niet in eerste instantie, want het is vooral ook een subjectieve klacht, ja, waar je echt niet zomaar moet gaan meten. Ja, duidelijk. Ik heb hier een hele mooie vraag, wat ook net eigenlijk te maken heeft ook met je biologische klok. Als je een avondmens bent en heel pas laat pas slaap krijgt, kun je daar iets aan veranderen? Zodat je wel uitgerust wakker wordt als je vanwege werk toch vroeg op moet. Is dit een vraag van Philips voor de Brightline? Nou, de volgende vraag gaat ook over toevallig. Maar lichttherapie kan juist bij mensen met een wat verschoven ritme, dus die overdreven avondmensen, kan echt helpen om ze weer een beetje terug in het ritme te krijgen. In combinatie met ook bedtijdaanpassingen. Dat noemen we dan chronotherapie. Iets concreter in zijn met dat lichttherapie? Wat raad je zo iemand dan aan? Nou, eerst in de week een slaapdagboek invullen. Die komt zo, heel goed. En ja, kijken hoe het dus is qua verschuiving in het weekend ten opzichte van door de week. Want dat zie je ook vaak, noemen we dan de social jetlag. Hè? Dat je dan in het weekend echt veel later naar bed gaat, veel later opstaat. En dus op zondagavond een probleem hebt, want dan moet je het ineens weer heel erg naar voren trekken. Dus niet te grote verschillen maken door de week en in het weekend. En dus in kleine stapjes je ritme weer terugschuiven. Maar dit vind ik eigenlijk iets te lastig om helemaal zelf mee aan de slag te gaan. Als je daar echt problemen mee hebt, vind ik dit weer typisch iets om weer wel eens bij een slaapcentrum langs te gaan. Maar ik denk qua onderhoud, als jij een mild avondmens bent en wel elke ochtend denkt, vanavond ga ik op tijd naar bed, en elke avond denkt, oh, ik ben helemaal nog niet slaperig. Ja, stel dat je dat al jarenlang hebt, dan kan het wel helpen in de weekenden maximaal 1,5 uur langer te slapen dan je door de week doet. Omdat je anders echt dat ritme zo verschuift en dus op zondagavond wat Ingrid zegt last van hebt. Dus daar kun je al wel op letten, dat je de weekenden ook niet extreem veel later naar bed gaat. Een feestje is prima, maar niet soort van structureel 2-3 nachten op rij veel later. Ja, of dan tijdelijk maar wat korter slaapt. Dus dan ga je naar dat feestje, maar dan sta je toch inderdaad niet meer dan 1,5 uur later op. En dan heb je het misschien iets zwaarder die dag, maar dan trek je wel makkelijk je ritme weer in het gareel. Hou het ritme. En begin de ochtend met licht en beweging. Want dat bedoelde ik met die bright light, van dat licht activeert, maar ga lekker sporten. Ja. En dat maakt ook dat je dan makkelijker in je ritme blijft. Ja, ik denk dat ontbijt vind ik hier ook een belangrijke avond. Mensen hebben weinig trek in de ochtend, hè, want dat lijf is nog een beetje in de slaap- en opstartmodus. Maar gewoon door wel iets te ontbijt, al is het maar licht verteerbaars, help je dat lijf ook met, we moeten aan de slag, wakker worden, het is ochtend. Ja, dat noemen we het sidegaber. Dan geef je letterlijk een prikkel aan je lichaam van dat de tijd. Vind ik ook wel mooi dat je dat nou zegt, Els. Dat zegt weer, in het begin het vitaliteitsmodel, nachtrust heeft echt, alle pijlers zijn daarin ook belangrijk. Voeding, beweging, energie, time management, ontspanning. Ja, maar in de slaap- of leefstijlgeneeskunde zijn het ook die drie pijlers. Ja. Hè? Slaap, beweging en voeding. Dus dat alles is slaap is gewoon een hele belangrijke daarvan. Heel mooi. Ik had nog iemand anders die vroeg, nou, zo'n wake-up light. Is dat nou aan te raden? Nou ja, het ligt er weer aan. Ben jij lichtgevoelig? Ik vind het zelf heerlijk bijvoorbeeld. Maar ik ken ook weer mensen die dat voegt heel mij niet toe. Heel persoonsafhankelijk weer, zoals Els net ook zei. Ja. Oké, ga ik even door. Hoe weet je nou of je goed of niet goed slaapt? Dat zei je net al, dat moet je voelen, ervaren. Nou, Ingrid, jij zei net al, dat kan een slaapwaakdagboek helpen. Op dit moment zie je in beeld, als het goed is, een slaapwaakdagboek. Dat is een voorbeeld. Er zijn heel veel verschillende soorten slaapwaakdagboeken. Je kan er een vinden bij Kempenhagen, waarschijnlijk bij GGZE, bij PSV, bij de spelers gebruiken we die. Ook in het vitaliteitsprogramma PSV Plus gebruiken we die. Waarom is dat nou goed? Wat zegt dat, een slaapwaakdagboek? In ieder geval krijg je inzicht en word je bewust van je slaappatronen wat daar invloed op heeft. Nou, normaliter raden we eigenlijk aan 1,5 tot 2 weken om een keer een slaapwaakdagboek in te vullen. Daar ga je heel je dag ga je daar eigenlijk op schrijven. Hè, hoe laat ga je slapen? Word je wakker 's nachts? Hoe net van tevoren eet je nog iets? Hoe is dat met alcohol, met je smartphone gebruik, sporten, cafeïne wat je nog inneemt? En als je dat 1,5 tot 2 weken doet, dan geven we het al best veel inzicht. Jullie gebruiken dat ook. Ja. Waarom is dit nou zo goed om dan
te gebruiken? Nou, we vinden het heel moeilijk als ik jou vraag hoe heb jij 3 nachten geleden geslapen. Dan weet slecht. Je goed of slecht. Ja, precies. Maar de details weet je vaak niet. Nee. Hetzelfde als wat heb je dan die dag gedaan. Hè? En we vergeten ook vaak als we niet goed slapen de goede nachten. Dus het geeft echt heel veel inzicht door daar gewoon mee bezig te zijn overdag. En ook te zien, is er nou een link tussen wat ik overdag doe en hoe mijn nachten eruit zien. Omdat het is zo vanzelfsprekend dat slapen, dat doen we elke avond, zijn we weinig mee bezig. Helaas. Dus het is goed om op die manier echt inzicht te krijgen. En sterker nog, door het bijhouden van zo'n dagboek, dat is eigenlijk al een interventie. Want dan ga je al op dingen letten en dan ga je inderdaad al verbanden zien. En ja, dat verandert al een beetje je gedrag. Het is heel mooi. Het is echt al een op zichzelf staande interventie bijna om het eens bij te gaan houden. Dus aanrader voor thuis. Ga het een keer ervaren, ga het een keer bijhouden. Je kan het vinden dus bij Kempenhagen op het platform. Je kan het ook vinden op bij ons vitaliteitsplatform. Ja, en niet om reclame te maken, want ik verdien niks aan die dagboeken. Maar wat ik het leuke vind van het dagboek van Kempenhagen, wat het visueel maakt, is dat je een onderscheid maakt. Ben je uit bed? Lig je wakker in bed? Of slaap je in bed? En dan zie je heel mooi patronen over de dagen heen ontstaan. En ja, wij varen erop in de behandeling. Mooi. Ja. Dan gaan we even naar een aantal tips ook. Want en dan, je hebt dit ingevuld, en dan? Hè, wat kun je dan doen? Dan gaan we weer eigenlijk terug. Ingrid, jij zei net, liever geen medicatie, maar ga voor gedragsaanpak. Ja, en dan zou ik het eigenlijk samen willen vatten met de basis moet weer op orde zijn. Hè? Die basis vanuit, wat voor type slaper ben je nou? Ben je een avond, ochtend, mens zit er tussenin? Hoeveel slaapbehoefte heb je eigenlijk? Soms zijn mensen wel 10, 11 uur op bed gaan liggen terwijl ze een slaapbehoefte hebben van 7 uur. Ja, dan lig je per definitie lang wakker. Dus die slaapdruk, hè, daar wil je ook mee aan de slag. Maar ook de balans, hè, tussen je inspanning, ontspanning. Slaap is een 24 uurs gebeuren. Ik heb net ook al gezegd, de nacht is een afspiegeling van wie jij bent en wat je doet op de dag. Dus dat noem ik de basis op orde, hè, van de mechanismen die de slaap reguleren. En als je nou concreet, wat kun je nou bijvoorbeeld, vaak denken we alleen maar aan 's nachts, maar je zei het al, het gaat al ook overdag. Ja. Wat kun je nou overdag echt er al aan doen? Els, zou jij daar... We hebben dat al genoemd, dus is in ieder geval zoveel mogelijk licht. Laat jouw lijf weten overdag dat het dag is. Zit je op een donker kantoor, zoek het licht op. Ga naar buiten, beweeg. Ben je een goede slaper, dan is een powernapje prima. Maar ben je geen goede slaper, dan zou ik zeker niet jezelf aanleren om dutjes te doen. Want Ingrid zei, je bouwt die slaapdruk op en doe je een dutje, gaat die toch een beetje omlaag. En heb je daar mogelijk aan het einde van de dag echt wel last van als je in slaap wil vallen. Doe je hem wel doen dan voor 3 uur, heb je nog wat meer tijd ook om weer slaperig te worden. En neem bijvoorbeeld dan een pauze of een rustmoment voor een ontspanningsoefening. Hè? Ja. Want als je moe bent, mag je wel iets doen. Maar bijvoorbeeld ga niet een bodyscan van ademhalen. Maar ga niet proberen slaap in te halen. Nee, neem dan rust. Hè? Zorg voor die balans overdag, maar je hoeft niet per se te slapen. En 30 minuten max, hè? Dat heeft denk ik ook te maken met die slaapcyclus. Ja, na 30 minuten kom je meestal in de diepe slaap terecht. Nou, word je daaruit wakker, word je heel beroerd wakker. Wat veel mensen dan doen, is dat ze langer een dutje gaan doen, omdat ze zo beroerd wakker worden. Maak hem korter. Ja. Ga naar 20 minuten, naar 15 of 10 minuten. Ja. Het gaat echt om een powernapje. Ja, en eigenlijk zijn het vooral atleten of mensen die echt te weinig nachtrust gunnen, of mensen in ploegen die baat kunnen hebben bij een dutje. Ja. Maar ja. De slechte slaap... Puur geestelijk herstel, een klein stukje. Ja, mooi. Ja. Nou, we zeiden al, hè, genoeg beweging overdag. Dat maakt dat je ook slaapdruk opbouwt. Fiets je altijd al een uur naar je werk en een uur terug, maar slaap je toch slecht? Dan zou de tip zijn, hoe vervelend ook, om nog wat meer te bewegen. Hè, want je wil natuurlijk die activiteit ook wat opbouwen. Met aan de andere kant ook balans, dat je weer voldoende ontspant. Merk je nou dat je 's nachts veel wakker ligt van gedachten? Zorg dan dat je overdag daar even een kwartiertje voor neemt, waarin je opschrijft wat er in je hoofd zit. Dat voor mij ook betreft ook weggooit. Hè, of wat to-do dingen af kunt vinken. Boodschappen die je niet moet vergeten. Want dan bepaal jij zelf dat je daar overdag over na wil denken. In plaats van dat het je 's nachts overvalt en je daar eigenlijk geen controle over hebt. En zoals Ingrid al zei, je kunt wat minder goed concreet helder nadenken 's nachts. Dus kleine dingen worden heel groot. Dus hou je daar vooral overdag mee bezig. En ga na dat kwartier ook echt even iets anders doen om dus je zinnen te verzetten en je gedachten weer af te leiden. Als je echt een piekeraar bent, en dat weet je van jezelf, plan het, hè? Ja. Gewoon ja, in. Je kunt piekeren niet stoppen, maar je kan het echt wel leren plannen. En dan ook jezelf leren van nee, niet doe nu. Ik op mijn
piekermoment. Ja, precies. Ja. Blijf die terugkomen, schrijf hem op. En als je moment er weer is, dan ga je daarover nadenken. Hetzelfde eigenlijk als je werk. Hè. Neem je werk in dat opzicht niet mee naar bed. Laat het op je werk. En wellicht schrijf je to-do-list of iets wat voor jou werkt. Dan pak het de dag daarna weer op. Want we gaan ook niet s'nachts om 3 uur nog aan een presentatie werken in principe. Terwijl we wel dat piekeren doen. Ja, dus, dat kun je ook misschien wel als avondmens. Dat heeft wel zijn voordelen, ja. En de laatste, denk ik, is een belangrijke. Cafeïne en nicotine hebben echt een activerend effect. Dus let daarmee op na 6 uur 's avonds. En met name zo'n sigaretje kan heel ontspannen voelen. Het is bijna een soort van ademhalingsoefening door het in- en uitademen. Maar vergeet niet dat het ook je brein activeert. En dat je zou ook niet om 3 uur 's nachts, bijvoorbeeld als je niet kunt slapen, een blikje energiedrink drinken. Dus ik zou ook geen sigaretje gaan roken. Ik haak daar meteen even op in, want dan krijg je er ook van iemand de vraag. En je hebt het al gezegd, hè, wat doet koffie dan? Maar de vraag is, heeft koffie of alcohol invloed op je nachtrust? Ja. Want koffie activeert en koffie heeft een halfwaardetijd van 5 uur. Dus na 5 uur heb je nog de helft van de koffie in je lijf zitten. Okay. Ben je daar heel gevoelig voor, dan zul je daar dus ongetwijfeld last van hebben 's nachts. En wat alcohol doet, alcohol noemen we wel eens een slaapmutsje. Dat maakt dat je wat makkelijk in slaap valt. Maar het doet vooral iets op de slaapkwaliteit. We zeiden kwaliteit boven kwantiteit, dus je wil dat die kwaliteit goed is. Van alcohol was je veel wakker, heb je minder diepe slaap. Ja, want je lichaam wil dat verwerken en wil er weg van. Veel dromen, veel onrust en je wordt vaak inderdaad vermoeider wakker. Dus dan kan je veel beter zorgen voor wat goede ontspanning, want dat neem je weer mooi die nacht mee in en dat bevordert weer die kwaliteit. Dus ik wil nog heel even iets zeggen over cafeïne, want heel veel mensen weten niet dat in groene thee bijvoorbeeld ook cafeïne zit. Hè? En zwarte thee weten de mensen wel, maar groene thee dus ook. IJsthee, de energiedrankjes, dus echt niet alleen koffie en cola uiteraard. Staat en de chocola vind ik een belangrijke. Dus dat je denkt, ik neem heel braaf groene thee, want ik denk dat ik goed zit en ik eet een hele reep chocola. Ook daar. Een hele reep, nu maar een klein stukje. Nee, prima. Prima, maar geen hele reep. Leefstijl, sowieso. Sowieso geen hele reep. Oké, dan hebben we het over overdag gehad, net voor het slapen. Wat kun je doen, net voordat je naar bed gaat? Ja, nou in ieder geval, we hebben hem al een paar keer genoemd. Probeer wat regelmatige bedtijden aan te houden. Op een redelijk vast tijdstip naar bed te gaan in de avond. En ga je een keer wat later naar bed, geen enkel probleem. Maar probeer in de ochtend niet te veel door te schuiven met je tijdstip van opstaan. Het laatste uur van de avond wil je eigenlijk investeren in dat naar bed gaan. Hè? Dus dan ga je geen inspannende activiteiten meer doen. Je gaat letten op dat licht, dat jouw lijf ook weet. Het is avond, het gaat niet van niks ook schemeren in de avond. Hè? Zelfs de natuur zegt tegen ons, het is avond. De laatste 30 minuten voor het slapen zou ik echt investeren in ontspanning. In de breedste zin van het woord. Dat is niet per se nog iets aan werk doen. De vaatwassen uitruimen. Dat zijn meestal niet de ontspannen zaken. Tenzij je daar heel relaxed van wordt. Maar zorg echt dat je investeert, als je niet goed slaapt, in een goede nacht. Door dat laatste uur, half uur, daar aandacht aan te besteden. Slaapritueel wellicht. Dus. Ja, want wat we dus heel mooi doen bij kinderen is een vast ritueeltje. Met een pyjama en een warme beker melk. En dan brengen we ze naar bed. Dan lezen we een boekje. En dan zingen we nog een liedje. Ergens stoppen we daarmee. Jammer dat we dat niet meer doen. En misschien dat het niet voor ons gezongen wordt. Maar het feit dat je zelf elke avond 5 à 10 minuten iets op dezelfde volgorde doet. Zonder dat het jouw enige moeite kost. Bereidt dat jouw brein al voor op. Hey, het is dus tijd om te gaan slapen. Ja. En dan kom je al wat in die modus waarvan Ingrid zei. Die golfjes die wat langzamer worden. En dat is dus precies wat je zelf kan doen. Ja. Het kan hem soms echt in dit soort eenvoudige dingen zitten. Om het echt weer te verbeteren. Mm-hmm. Ja. Heb je nog een aanvulling op wat je kan doen voordat je naar bed gaat? Ja, ik denk dat Els het meeste wel genoemd heeft. En dan ook het liefst een beetje saai met weinig licht. Dat klinkt een beetje stom, maar dat is wel, daar krijg je slaap van. Als je dingen doet die een beetje saai zijn met weinig licht. En laat die telefoon echt gewoon, die tv eigenlijk ook. Ja. Ik vind ook nog wel eens, als je naar bed gaat en dan niet goed slaapt, dan denk je in bed meteen, nou moet het gebeuren. Dat levert heel veel stress op. Het kan ook helpen om juist in bed dan nog even zo'n ontspannings- of bodyscan te doen of iets van mindfulness. Dat je niet meteen naar bed gaat onder het mom, nu moet er geslapen worden. Maar even nog ontspannen. Ja, en dat je zelf ook tijd gunt. Van, het hoeft niet per se meteen de gemiddelde... De mens doet er ook best wel 20 minuten over om tot slaap te komen. Mm-hmm. Als je ouder wordt, vinden we 3 kwartier ook nog normaal. Behalve weer als je er heel druk over gaat maken. Want dan hou je jezelf nog langer wakker. Ja, duidelijk. Oké, dan lig je dus in bed. Daar hebben we het eigenlijk al over. Tips. En dan? Ja, dit hebben we. Dit staat dan als stimulus control. Maar dat is dus eigenlijk niks anders dan... Hou dat bed waar het voor bedoeld is. Hè. Slapen. Bijna slapen, intimiteit, seksualiteit. Maar andere dingen horen we niet in bed te doen. Dus ga pas naar bed als je ook slaap hebt. Als je onrustig ligt te woelen, te malen, ga er even uit. Hè? Dat is een heel krachtig advies. Dan maak je die connectie in je hersenen. Eigenlijk bed is slaap. Ja, heel kort gezegd. Waar je als slechte slaper en uren wakker liggen, denkt jouw lijf, dat is heel normaal, wakker liggen in bed. En eigenlijk zeggen we willen jou weer leren dat je in bed hoort te slapen. In combinatie met
goede slaapdruk. Dus eerder korter op bed. En dat is ook wat mensen in de therapie eigenlijk altijd aangeven. Van ja, maar dat is, ik kon me niet voorstellen dat ik beter ging slapen door korter op bed te liggen. Want dat is wat er gebeurt, hè, met de slaaprestrictie. Laat je iemand tijdelijk een aantal weken korter op bed liggen. En dan zie je die slaap heel snel herstellen. Omdat die slaapdruk ook weer toeneemt. En mensen ineens opstaan van, goh, ik heb het gevoel dat ik weer heel diep geslapen heb. Of dat echt die connectie weer tussen dat bed en de slaap wordt gelegd. Oh, ja. Nou, ook als voorwaarde, hè, een slaapkamer hoort lekker donker te zijn. Misschien een klein nachtlampje om te voorkomen dat je valt als je even naar het toilet moet. Cool. Het is nu soms te koud. In de zomer is het soms te warm. Maar de ideale slaapkamertemperatuur is rond de 15 graden. Waarom is dat zo belangrijk, een koude slaapkamer? Want omdat als je gaat, maar dat wordt een beetje een technisch verhaal, maar je gaat slapen op het moment dat je lichaamstemperatuur wat daalt. En je moet je warmte kwijt kunnen. En op het moment dat het te warm is, kan dat niet. Exact. En op het moment dat het te koud is, ja, dan blijf je wakker om jezelf warm te houden. Dus het heeft te maken met de ideale lichaamstemperatuur om te kunnen slapen. Mooi. Pieker heeft Els het al eigenlijk al over gehad. En een van de hele simpele adviezen kan ook zijn. Een mens is heel erg getraind op gevaar. Hè? Want dat is natuurlijk vanuit de evolutie bepaald dat of jij blijft leven of niet. Maar je kan ook eens de focus leggen juist op wat goed is of fijn is of waar je dankbaar voor bent. Dus heel bewust aan fijne dingen denken in bed kan ook al een verschil maken. De wekker niet de hele tijd kijken, want als je op de wekker kijkt en je kijkt even later weer, dan kun je makkelijk al even wat tot slaap, zelfs tot diepe slaap geweest zijn. Maar omdat je denkt van ja, maar het was een half uur, ik kan niet geslapen hebben, zul je die hele tijd als waak ervaren. Ja, dat zeggen wij ook vaker. Dan is het ook al, dan ben ik weer wakker. Oh, dan ben ik weer wakker. Ja. Oh, ik ben nog maar 2 minuten. Dus draai hem om en dan helemaal niet zo mooi geprojecteerd boven op je plafond. Dan kom je juist in de visuele cirkel weer terecht. En vooral ook die, ik kan nu nog 3 uur slapen, dan moet ik wel nu in slaap vallen. Dat levert heel veel stress op. Ja. He, dus zet hem andersom. En je mag best, als je wakker ligt, van hoe laat zal het zijn dat je kijkt, maar laat het je wat moeite kosten. Dat je bewust na kunt denken, wil ik het weten, ja of nee? Ja, en dat het niet in je face meteen. Nee. Ja. En ik ga heel even, voordat je doorgaat naar de volgende tip. Iemand vraagt ook wat te doen, en dat vond ik juist wel mooi. Wat te doen als je 's nachts rond 4:30 dus altijd wakker bent. En klaar wakker ook bent. Hoe weet je dan of je genoeg hebt geslapen of dat je nog meer slaap nodig hebt? Ja, leuke vragen. Dan wil ik weer weten, hoe oud ben je? En ben je maar dat, dat kan nu niet, hè? Dus hou een slaapdagboek bij. Ja? Kijk even. En wat ook, vind ik, een goede vraag altijd is om erachter te komen wat nou je eigen ritme is. Als jij geen wekker hoeft te zetten of je hoeft niet naar je werk of je hebt geen verplichtingen, bijvoorbeeld vakantie. Hoe laat ga je dan het liefst naar bed? Hoe laat sta je het liefst op? Dan kom je er een beetje achter wat jouw eigen, we noemen dat endogene, hè, je eigen ritme, je eigen biologische klok, hoe die staat afgesteld. Want op het moment, ik noem maar iets, hè, ik weet niet of het zo is, maar stel, dit is een man van 50 met een hoop problemen op zijn werk, die ook nog een beetje een ochtendmens is, denk ik, ja, dan moet je voor goede huizen komen om na 4:30 nog te kunnen slapen. Hè. Dan zou ik eerder ook willen weten van ga je misschien te vroeg naar bed? Bouw je je dag misschien niet goed genoeg af? Er zijn heel veel factoren waar je dan meer over wil weten voordat je een heel concreet advies kan geven. Ja, maar ik denk heel praktisch, als je om 4:30 wakker wordt, je topfit voelt en overdag prima functioneert, prima? Dan heb je blijkbaar maar tot 4:30 slaap nodig. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, als je vroeg naar bed gaat, ik schuif het iets op, hè, want 4:30 is ook fijner dan 4:30. Dan ga je dus wat later naar bed. Ja. Maar als je dus overdag prima functioneert en nergens last van hebt, dan heb jij blijkbaar dit ritme. En dan kan het zijn dat deze man of vrouw in de zomer daar niet zo'n probleem mee heeft. Want het is lekker licht. Dan kan je lekker aan je dag beginnen. Maar in deze tijd van het jaar, waarin het voor 8 uur niet licht is, als jij om 5 uur opstaat, dan heb je toch een behoorlijke tijd te overbruggen waar je ook niet zoveel mee kan. Mooi. Dank jullie wel. Is er nog een andere tip die jullie graag... Nou, volgens mij hebben wij... De meeste toch wel. Ik wil wel wat vragen nog beantwoorden. Ik zou er nog 2 uithalen met de tijd, want we zijn er alweer bijna. Het vloog. Even kijken. Ik heb hier een hele moeilijke vraag. Althans, nou, dat denk ik. Op. Het is een hele lange. Wakker worden in de juiste fase tijdens de cycli. Kan dat ervoor zorgen dat je soms na 2-3 volledige cycli fitter wakker wordt dan na 3,5 cycli? En dat je wakker wordt tijdens je diepe slaap? Moet ik hem nog een keer herhalen? Ja, wacht. Volgens mij is echt die verschillende dingen. Van ja, het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je
beter of fitter bent na bijvoorbeeld een paar slaapcycli dan wanneer je later in de nacht uit droomslaap wakker wordt. Want juist uit droomslaap kun je heel katerig, heel met een soort mist wakker worden. Want je kunt ook te intensief dromen. Hè. Mm-hmm. Tijdens dromen, heb ik net verteld, verwerk je ook dingen. Hè. Dat is ook een stukje emotieregulatie. Dus het kan te maken hebben met dat je dan veel uitputtende dromen hebt, dat je daar uit wakker wordt. Maar dat kan soms ook voelen alsof je diep geslapen hebt. Ja. Maar dat is het niet. Nee, want je wordt eigenlijk uit een diepe slaap alleen maar wakker als je daarin gewekt wordt over het algemeen. Oké, en anders word je niet zomaar wakker. Nee. En nooit zomaar van jezelf wakker uit een diepe slaap. Behalve als je een parasomnie hebt, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, in principe niet. Ja. En het tweede deel van de nacht is natuurlijk vooral veel dromen en veel lichte slaap. Dus lig je ook net wat langer op bed dan je nodig hebt. Zul je wat meer dromen en wat meer lichte slaap hebben, word je wat makkelijker uit die dromen wakker. En kan het zijn dat je je echt voelt alsof je heel hard gewerkt hebt. Ja. Dat heb je ook, want je hebt gedroomd. En dan is inderdaad ook weer dat is contra-intuïtief, zou ik bijna willen zeggen. Dan voel je beter, terwijl je eerder op gaat staan. Omdat je dan minder van die uitputtende dromen hebt. Dus kwaliteit boven kwantiteit. Slaap je slecht, kun je vaker beter wat korter op bed gaan liggen dan langer. Dat is eigenlijk de take-home message. En een beetje timen met je wekker helpt het om net 10 minuten eerder te zetten. Dat je denkt, oh, dan zit ik net in een andere fase, word ik toch wat fitter wakker. Ja. Dus een beetje uitproberen. Ik ga de laatste vraag, als het goed is. Ik heb een aantal vragen nog niet kunnen beantwoorden. Mocht je nou echt denken, ik wil deze heel graag beantwoord hebben, laat even je e-mailadres achter. En dan ga ik nog kijken of we die op het laatste moment naar je toe kunnen sturen, de antwoorden. Ik vond dit wel een mooie vraag. Wellicht ook op dit moment voor mij van toepassing. Ik heb 2 jongere kinderen, waarvan er iedere dag minimaal 1 wakker wordt. Geldt de vuistregel over het niet inhalen van slaap dan nog steeds? Een hele goede vraag. Ik vind ouders met kinderen die slecht slapen, een soort ploegendienst. Ja. Dat is niet goed voor moet je. Niet maar... Moet je niet doen. Dus dan moet je sprokkelen. Dat is echt een groep waarvan ik zeg, ga maar lekker een beetje sprokkelen. Ja, her en der een keer als het lukt, wat extra slaap om te zorgen dat je aan voldoende uren komt. Want je moet het vol zien te houden. Ja. Maar let op met dus heel vroeg naar bed gaan, want de vraag is of het je in die nacht lukt. Ja. Dus kies eerder op een dag dat je thuis bent met je kinderen voor een power nap bijvoorbeeld, hè? Tijdens een dutje van de kinderen. Ja, precies, want dan, anders kom je ook in die vicieuze cirkel en dat wil je ook niet. Het gaat erom dat je toch, hè, want daarom noemde ik het ploegen, dat je per etmaal dan toch probeert om 1 uurtje of 6 te slapen. Ja. Mooi. Ik denk een heel mooi antwoord, ook voor mij. Zit er nou een nuttige tip voor je bij? Schrijf hem even voor jezelf op, zodat je er ook echt mee aan de gang gaat. Het zou mooi zijn als je uit deze webinar, en hebben wij ook ons doel behaald, 1 of 2 tips haalt, dat je denkt, daar ga ik nou echt mee aan de slag. En hopen dat dit je ook iets brengt. Kom je er dan niet zelf uit? Het is al benoemd. Ga een keer in contact met je huisarts en kijken of iemand anders je kan helpen. Maar toch, doe eerst ook eens dat slaapwaakdagboek invullen. We zijn aan het einde gekomen van de webinar en dan hebben we natuurlijk nog 2 winacties. Ingrid, ik wil jou vragen om als eerste een naam dadelijk te gaan. Hoe ga je dat bepalen? Ja, alle namen van de mensen die hebben ingeschreven, die zitten hierin. En jij mag jouw eigen boek, waar jij meegeholpen hebt, mag jij de winnaar grabbelen. Het is wel groot. Het voelt nou net alsof ik ga bepalen wie tegen wie gaat voetballen. Maar we weten al dat Frankrijk tegen Marokko gaat spelen, toch? Zo. Zet iedereen... om. Johan van Mel, gefeliciteerd. Johan van Mel, hou je mailbox even goed in de gaten. Ik ga contact met Peter je opnemen. Slapen, doe het zelf. Ja, ik ga contact met je opnemen, dan komt dit boek naar jou toe. Hebben we nog een winactie natuurlijk, de Wekenpluit, waar we het al even over gehad hebben. En Els, dat is aan jou om te bepalen wie die krijgt. Nou, eens kijken wie er gelukkiger wordt. En de gelukkige is Sjors Keeman. Die krijgt een Wekenpluit om lekker mannen krijgen vandaag te ontwaken krijgen, in de ochtend. Terwijl de meeste vrouwen slecht slapen. Ik ga ook contact met je opnemen. Hou je mail in de gaten, dan komen deze naar je toe. Verder in de chat op dit moment wordt, als het goed is, zo dadelijk, wordt nog een enquête geplaatst. Ik wil vragen om die in te vullen. Dan kunnen jullie dit webinar beoordelen. Maar kunnen jullie ook aangeven wat je graag wilt voor de volgende webinar waar we het over gaan hebben. Zo proberen we het elke keer op te optimaliseren en ook naar wens aan te passen waar behoefte aan is. Verder wil ik jullie, de gastsprekers, hartelijk danken voor vandaag. Ik denk een waardevolle, nuttige webinar en hopelijk tot de volgende keer. En welterusten. Ja, slaap lekker. Zo, dat vloog om. Zijn we...